Dit is echt gewoon zo, zo mooi om dit gewoon mee te maken. Een hele goede morgen, lieve mensen. Leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog. Zoals jullie zien ben ik nu bezig met de kindjes aan het eten geven. En dit is hun avondeten. Ze hebben lekker spinazie met aardappelen en wat kip. Phil is nog aan het werk. Maar die kan elk moment thuis komen. We wilden samen deze vlog eigenlijk gaan maken. Maar hij is nu druk bezig met zijn auto. Want er is gewoon serieus iemand geweest die gewoon zijn auto heeft bekrast. Even serieus. Waarom doe je zulke dingen? Jaloezie? Echt? Ik weet het niet hoor. Een beetje triest dat mensen zulke dingen doen. Dus ik ben nu even druk bezig met de kindjes eten geven. En zometeen ga ik ze lekker in bed leggen. Want dan is het alweer bedtijd. Maar voordat ik ze in bed ga leggen, ga ik jullie laten zien wat de kids... Ja, schat, je krijgt eten. Mama doet al snel. Is Jessie. En nu krijg jij, Lily. Maar voordat ze dus naar bed toe gaan, ga ik laten zien wat ze allemaal kunnen. Want Jay, die kan dus handkusjes geven. Misschien heb je het al op onze Instagram pagina gezien. Triplets bij Tas en Phil. Hij staat nu hieronder in beeld. Kijk, ga daar. Ga daar een handkus geven. Wat doe je, Jess? Oh, goed zo. Goed zo. Maar ze kunnen het alle drie. Niet alleen Jay, ook Layla. En ook Jessie. Doei. Naar wie ga je zwaaien, Jay? Ja, ga je ook zwaaien? Ja, neem maar een hapje. Hoppakee. Jay, geef eens een handkus. Handkusje? Lily, handkusje? Oké, ze hebben er nu niet zo heel veel zin in, omdat ze waarschijnlijk honger hebben. Dus ik ga ze eerst even eten geven. Ja, schat. Oh, kijk nou. Ja, mama gaat jullie eten geven. En dan gaan we zo meteen laten zien wat jullie kunnen. Tot straks. Ga maar zwaaien. Oh, was dat stiekem al de handkus? Tot zo. Goed zo. Nou, zometeen gaat het goed laten zien, hè? De kids die hebben lekker gegeten. En ze hebben dus ook net een melkflesje gekregen. Gewoon normale halfvolle melk. Dus niet flesvoeding. Anders wordt het allemaal een beetje te veel. Ze zijn wel echt super moe. Maar het is nu pas 5:50. En dat is echt te vroeg voor ze. Dus ik ga ze nu nog even uit hun stoel halen. Jay, geef ze handkusje. Hey, handkusje. Goed zo, Lily. Lily, handkus. Lily, goed zo. Lily, kijk zo. Laat het zien, schatje. Nee. Jess? Nou, ben je moe, liefie? Handkusje zo. Handkusje. Handkusje. Nou, de meiden proberen het in ieder geval. Af en toe lukt het nog niet helemaal, wat het juist super schattig maakt. Altijd wanneer je het wil filmen, dan doen ze het niet, hè. Dus ik ga ze maar nu even eruit halen. Dat ze gewoon lekker even kunnen spelen. En misschien dat ze dan zo meteen wel een handkus willen geven. En weet je wat jullie ook kunnen? Traplopen. Wat wel echt heel gevaarlijk is. Want wij hebben smalle tredes. Kom, zo. Hoppakee. Jess ook eruit. Hoppakee. Wil je lekker spelen? Ja. Ja. En nummer 3 wil eruit. Kom maar, Lily. Zo. Ja. Mama is niet zo heel slim geweest. Zodat jullie gewoon een slabbertje om moeten doen. Nou, wat ze dus ook kunnen, is zelf de bank opklimmen. Want Jay, die had ik op de grond gezet.
Jay, blijf eens daar vandaan. Nee, nee. Kom. Gaat het goed, Jay? Nee, hè? Je komt er niet op. Hoe doe je dat normaal dan? Normaal lukt dit je wel. Heb je nu gewoon een volle buik? Ben je een beetje zwaarder? Krijg je jezelf niet omhoog? Ja, dan maar de kussen op de grond gooien. Leili, kom maar bij mama. Goed zo, lieverd. Ja, dat was de eerste keer. Goed zo. Oh, ga je ook gewoon zelf proberen zo te staan? Oh, dit was gewoon de eerste keer dat Leila ging lopen. Goed zo, schat. Mama is trots op je. Kom maar staan. Kom, ga maar staan. Ja, wow, kijk nou. Ja, mama gaat je wel loslaten. Leili, kom eens bij mama. Leila. Echt een hele tijd geleden, toen was ik bezig met Jessie te verschonen boven. En toen deed Leila ineens een paar stappen. Gewoon zo helemaal vanuit niets, maar het is echt al een paar maanden geleden. Deze kant op, lieverd. Goed zo, ja! Oh my god. Oh. Ik heb gewoon helemaal tranen. Ik ben super trots. Het is de eerste keer dat Leila ook gewoon loopt. Ja, ik ben ook een emo-mama. Goed zo, schat. Ja, kom bij mama. Ja. Mama is ook trots op jullie. Gaan we dit papa laten zien? Je loopt ineens gewoon. En Jay die kan dus ook inderdaad een paar stappen zetten. Het is echt gewoon ineens in een sneltreinvaart gegaan. Dit is echt gewoon zo mooi om dit gewoon mee te maken. En we moeten dus echt overal op letten, want ze klimmen. Het zijn echt een stelletje klimapen. Kijk nu bijvoorbeeld waar Jessie zit. Jess, wat doe je? Hoe ben je daar gekomen? Dan klimt ze dus gewoon of op deze koe of op deze vrachtwagen. En dan klimt ze zo in die doos. En ze zet hem ook wel eens gewoon hier neer. En dan klimt ze op de tafel, dus daar hebben we de spullen al weggehaald. En dan klimmen ze uiteindelijk zo door naar het vensterbank. En dan kunnen ze lekker naar buiten kijken. Kijk, dit is eigenlijk een beetje. Het is echt opletten geblazen nu, want ze kunnen gewoon in ene zoveel. Ze klimmen op dingen. Ze zijn natuurlijk een klein stukje groter. Ze zijn handiger geworden. Dus ze klimmen op de bank, ze klimmen op de tafel, ze klimmen in de speelgoedkist. Hi. En veel meer gerommel in huis. Want de een doet iets wat de ander niet leuk vindt. Of ze komt er niet meer uit zoals nu. Jess, doe je voorzichtig. Ja, hoe ga je nu verder dan? Leila gaat even demonstreren hoe ze het altijd doen. Of toch niet? Jay, doe je zusje niet zo. Echte kleine boeven zijn het hoor. Kom maar Jess, mama haalt je weg. Leili, doe voorzichtig. Straks val je. Dat is toch ook helemaal niet fijn in een speelgoeddoos? Dat doet toch pijn? Kiddo's, er gaat er straks eentje vallen. Oh. En dan is het huilen geblazen. We'll be right back.
zijn nu 10 minuten verder. En de kids zijn gewoon echt super moe. Dus ik ga ze gewoon naar bed brengen. Ik hoop dat ze nog de puff hebben om te laten zien dat ze dus ook kunnen traplopen. Dus ik ga nu Jessie meenemen naar boven. En dan hoop ik dat ze zelf de trap op gaat. Zetten, want dan gaat ze je broertje en je zusje halen. Beneden is alles kindproof. En ze zitten hier bij de deur. En ik kan ze gewoon grotendeels in de gaten houden. Want anders laat ik ze natuurlijk niet alleen rondbanjeren beneden. Maar goed, kijk. JD wil dolgraag naar boven. Laten zien dat hij ook kan traplopen. En Lily die is daar lekker met een speelgoedje aan het spelen. Jay, ga je ook laten zien dat je kan traplopen? En Jay gaat echt als een speer. Voor je het weet is die boven, zoals jullie zien. Goed zo, lieverd. Ja, niks hoogs aan voor jou, hè, Jay. Jess, mama wil je nog een ander rompertje aandoen, hè? Niet in slaap vallen, schatje. Jay. Zoek je speen. Ja. Laila. Ja, schat, kom. Ga je ook even laten zien hoe je trap loopt? Je helemaal zelf gedaan, hè? Voorzichtig. Met de deur dicht? Ja, kom maar. Doe maar dicht. Zo. Dicht. Ja, mama, je verschonen. Schoon rompertje aandoen. Nou, ze zijn alle drie verschoond. Jessie had het beneden al gedaan. En hierboven Laila en Jay. Ga je lekker slapen, lieverd? Zeg maar dag. Zeg maar dat je de volgende keer de handkusjes laat zien, ja? Slaap lekker, meisje. Doei, Jay. Ga je lekker slapen? Dag. Handkus. Ga jij ook maar de volgende keer laten zien, hè? En Jessie is dus in slaap gevallen. Ik ga in ieder geval de broekje uittrekken en als ze dan wakker wordt... Dan ga ik er wel een nieuwe romper aangeven. En als ze dat niet wordt, dan laat ik gewoon lekker slapen. Ik had gehoopt dat Phil ondertussen al thuis gekomen zou zijn. Maar dat is die nog niet. En ik hoop ook natuurlijk dat de kindjes gewoon nu lekker gaan doorslapen. En wat ik eigenlijk nog wilde zeggen. Veel mensen zeggen, ja, wacht maar totdat ze gaan lopen. Dan ga je het druk krijgen. Maar ik denk eigenlijk dat nu het moment is wat het drukst zal zijn voor ons. Want ze klimmen nu overal op en ze snappen nog niet dat ze ergens vanaf kunnen vallen. En dat het dan pijn doet. Ja, misschien dat ze het uiteindelijk na 10 keer snappen. Dus om ze nu overal voor te behoeden, dat ze nergens opklimmen.
En het is gewoon speelgoed, hè, waar ze op klimmen. Dus ja, je kan het speelgoed wel wegzetten. Maar ja, ze kunnen nu gewoon in ene onwijs veel. Ik zal waarschijnlijk nog een hele hoop vergeten zijn. En dat zal veel vast wel weer met jullie een keertje oppakken. Het gaat gewoon onwijs snel. En alle clichés zijn waar. Dat je gewoon moet genieten nu ze klein zijn. Want voor je het weet zijn ze groot. Ik ga nu hun spulletjes opruimen. Ik ga de pizza's opwarmen. Dankjewel dat je weer hebt gekeken naar deze vlog. Vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet gedaan had. En het belletje aan te zetten. Doe een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En we zien graag een reactie in de comments. Ciao, la boemba.